toen ik 12 jaar geleden begon met het idee van 113... ben ik gaan bellen met Den Haag. Wie gaat er over zelfmoord? Mm-hmm. Niemand. Het bestond niet. Ik kreeg iemand aan de lijn die zei, ja, zo erg is het toch eigenlijk helemaal niet. En dat cynisme, hè, dus dat het niet erg is dat 15, 16, 18, 1900 mensen per jaar overlijden door suïcide, 5 per dag. Dat cynisme, dat is gewoon weg. Het staat nu in het regeerakkoord. Het niet meer accepteren van zelfmoord als het einde van iemands leven. Dus het ophouden met te denken, het kan niet anders. Het hoort erbij. Het hoort erbij. Jammer. Af en toe vreselijk. Gaat er eentje dood. Ja. Nou, kijk, ik heb kanker. Voor heel veel kankerpatiënten is dat niet het einde meer. Vroeger was dat wel zo. Mm-hmm. Maar dat is gekomen omdat er uiteindelijk gezegd is, kanker, aan kanker overlijden, dat is gewoon de bedoeling niet. Dat is gewoon de bedoeling. Dat moeten we gaan uitzoeken. Mm-hmm. En daar is gewoon hele goede zorg uit voortgekomen. Net niet genoeg om mij te helpen. Maar ik weet zeker, in volgende generaties zou ik wel geholpen zijn. Nou, ik denk met depressie, met angststoornissen, met psychiatrische aandoeningen, dat blijft nou allemaal een beetje in het vage. Wat is dat eigenlijk? Maar er is nu ook maatschappelijk heel veel erkenning voor dat dat werkelijk echt iets is dat mensen niet meer goed zijn. Dat ze van streek zijn van binnen. Dat ze als het ware uit hun balans zijn en dat het moeite gaat kosten om ze weer in die balans te brengen. En we moeten ook heel goed bedenken dat heel veel mensen het zelf niet kunnen uitzoeken. In de tijd die ik nu heb, mm-hmm. kan ik het ook niet zelf uitzoeken. Mm-hmm. Ik heb van alles nog wat gestudeerd. Maar ik kruip bij mijn vrouw in haar armen. En bij mijn dochters en bij mijn zoons in hun armen. En ik zeg tegen ze, ik ga dood. Ik ben nu nog rustig. Ik geloof in dat ik naar een andere kant ga en dat ik dan nog wel iets met jullie heb. Zoek mij. Maar ik weet ook dat ik heel erg in paniek kan raken. En dat ik heel veel kan gaan piekeren. En ik weet gewoon, dat is zo fijn om dat te weten, dat ze er in die momenten dat ik de draad kwijt ben, er voor mij zijn.